uiteindelijk op punt 4 kunt terugkomen. En dat is een zinnetje wat ik heel veel heb gebruikt. De mens kan zichzelf niet redden. Nee. Kan echt niet. De mens kan zichzelf niet redden. Door de geschiedenis heen heeft de mens elke mogelijke manier geprobeerd om aan die zonde te ontsnappen. Maar hij heeft ontdekt, hij heeft iets ontdekt. Hij heeft ontdekt dat echte goede werken kunnen hem niet van de zonde redden. Dus als je helemaal goede dingen doet en ik ben goed hoor. Of je onderwijs. Kan hem ook niet van zonde redden. Ethiek? Dacht je dat? Nee hoor. Die kan je ook niet van zonde redden. En chanten? Wat zou je daarvan zeggen? Als je maar achter elkaar zegt, ik ga een bidje, ik bid ja, een bidje. En dan is het ook zo. Nee, kan je niet redden. Die kan je niet van de zonde redden. En religie. En religie helemaal niet. Religie, dat is misschien wel het meest. Ja, daar verstaan men eigenlijk alle godsdiensten een beetje onder. Van die eigenlijk het voor willen dragen met voorgangers en predikanten. Die eigenlijk allemaal vanuit de hoogte gaan beweren van, nou, zo moet je het doen en zo moet je het doen. Luister goed naar mij, want ik weet het. En als ik het zeg, dan is het zo. Daar word je toch helemaal niet goed van? Ik in ieder geval niet. Ik krijg er een afkering van. Maar waarom gaat iemand vanuit de hoogte allemaal dingen roepen van wat andere mensen moeten doen? Je moet toch naar jezelf kijken? Ja, en dat is. Dat is misschien wel het meest, meest moeilijke eigenlijk. Het beeld van de mensen is eenvoudig een strijd. Wanneer geeft een strijd weer tussen zijn goede natuur en zijn slechte natuur. Die strijd, die kom je in heel veel voorbeelden tegen. En die staan allemaal ook in het Nieuwe Testament. En van die verhalen ben ik gaan houden. Ja, ook het Oude Testament van bijvoorbeeld het verhaal van Job. Geweldig. Ja, echt.